De staat door Leo Tolstoy, vertaald door Peter Storm. Voor mensen die leven in staten die op geweld zijn gebouwd, lijkt het alsof de afschaffing van de macht van de regering noodzakelijkerwijs de grootste rampen met zich mee zal brengen. Maar de beweging dat de mate van veiligheid en welzijn die mensen genieten verzekerd wordt door de staat is geheel en al arbitrair. We weten wat voor rampen en wat voor welzijn er bestaan onder mensen die onder een staatsorganisatie leven. We weten echter niet in wat voor positie mensen zich zouden bevinden als zij van de staat af zouden komen. Als we het leven in beschouwing nemen van die kleine gemeenschappen die buiten grote staten hebben geleefd of leven, dan ervaren zulke gemeenschappen een honderdste van de rampen die mensen die gehoorzamen aan de autoriteit van de staat ervaren. Terwijl ze wel profiteren van de voordelen van sociale organisatie. De mensen van de heersende klasse voor wie de staatsorganisatie voordelig is, spreken het meest over de onmogelijkheid om zonder staatsorganisatie te leven. Maar vraag degenen die alleen maar het gewicht van de staatsmacht dragen, de landarbeiders, de honderd miljoen boeren in Rusland, en je zult vinden dat ze alleen de last ervan dragen. In plaats van zich veiliger te beschouwen door de staatsmacht, zouden ze het helemaal zonder kunnen doen. Veel mensen zijn geïntimideerd door de angst dat zonder regeringsmacht de slechtste mensen zouden zegevieren, terwijl de beste onderdrukt zouden worden. Ik heb veel geschreven om te laten zien dat dit juist in alle staten de stand van zaken was en nog steeds gebeurt. Overal is de macht in handen van de slechtste mensen. En het kan inderdaad niet anders, want alleen de slechtste mensen zijn in staat om al die sluwe, lafhartige en vrede daden te verrichten die noodzakelijk zijn voor deelname aan de macht. Vele malen heb ik me ingespannen om uit te leggen dat alle voornaamste calamiteiten waardoor mensen lijden, zoals de accumulatie van enorme rijkdommen in de hand van de enkeling en de diepe armoede van de meerderheid, het inbeslagnemen van land door degenen die er niet op werken, de onophoudelijke bewapeningen en oorlogen en de ontbering van mensen, enkel voortvloeien uit de erkenning van de wettelijkheid van regeringsdwang. Ik heb me ingezet om. Alvorens de vraag te beantwoorden of de positie van mensen beter of slechter zou worden zonder regeringen, eerst te kijken naar wie het deel uitmaakt van de regering. Zijn degenen die de regering vormen beter of slechter dan het gemiddelde niveau van mensen? Als ze beter dan het gemiddelde zouden zijn, dan zal de regering weldadig zijn. Maar als ze slechter zijn, dan zal die regering schadelijk zijn. En dat deze mensen, Ivan IV, Hendrik VIII, Marat, Napoleon, Raktsjef, Metternich, Talleyrand en Nicolas slechter zijn dan het algemene patroon, is door de geschiedenis bewezen. In elke menselijke maatschappij zijn er altijd ambitieuze, gewetenloze, vrede mensen die, zoals ik eerder heb aangetoond, bereid zijn om voor hun eigen voordeel elke soort van geweld, roverij of moord te begaan. In een maatschappij zonder regering zouden deze mensen rovers zijn. Hun daden beperkt deels door de zelfverdediging van degenen die door hen gewond worden, maar vooral door het machtigste wapen van invloed op mensen, de publieke opinie. Juist in een maatschappij die door dwingende autoriteit bestuurd wordt, kunnen deze mensen de autoriteit grijpen en er gebruik van maken. Ze worden daar niet door de publieke opinie beperkt, maar daarentegen gesteund, geprezen en van lofuitingen voorzien door een omgekochte en kunstmatig gecontroleerde publieke opinie. Er wordt gezegd, hoe kunnen mensen leven zonder regering en dwang? Men zou echter moeten zeggen: hoe kunnen rationele mensen leven door het geweld te erkennen en niet de redelijke overeenstemming als de verbindende schakel van hun leven? Het is het een of het ander. Mensen zijn rationele wezens of ze zijn geen rationele wezens. Als het geen rationele wezens zijn, dan zullen en moeten alle zaken tussen hen beslist worden door middel van geweld. Maar dan is er ook geen reden voor sommigen om wel het recht op dat geweld te hebben, terwijl anderen dat recht ontzegd wordt. Als mensen echt redelijke wezens zijn, dan dienen hun relaties gevestigd te zijn op de reden en juist niet op geweld. Men zou denken dat deze overweging beslissend zou zijn voor mensen die zichzelf als redelijke wezens beschouwen. Maar degenen die de staatsmacht verdedigen, denken niet aan de mens, diens kwaliteiten, diens rationele aard. Ze spreken van zekere combinaties van mensen. Aan deze combinaties kennen ze een soort bovennatuurlijke of metafysische betekenis toe. Wat zal er met, zeg. Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië of Duitsland gebeuren als mensen ermee ophouden te gehoorzamen. Wat zal er met Rusland gebeuren? Rusland, wat is Rusland? Waar is het begin ervan of het einde? Polen? De Baltische provincies? De Caucasus met al zijn nationaliteiten? De Kazantartaren? De provincie Vardjana? Dit is allemaal Rusland, maar het zijn allemaal vreemde nationaliteiten die bevrijd willen worden van de bijeenvoeging die Rusland is. De omstandigheid dat deze nationaliteiten beschouwd worden als deel van Rusland is toevallig en tijdelijk. Het is door een hele reeks meer of meer toevallige historische gebeurtenissen gevormd. Dat waren voornamelijk daden van geweld, onrecht en vreedheid. Tegenwoordig wordt deze combinatie slechts bijeengehouden door een macht die zich uitspreidt over deze nationaliteiten. In de tijd die we ons kunnen herinneren was Nice een Italiaanse stad en toen Polselingen Fransen. De Elzas was Frans en werd Duits. De provincie Transamur was Chinees en toen Russisch. Sachelin was Russisch en werd Japans. Op dit moment spreidt de macht van Oostenrijk zich uit over Hongarije, de Bohemen en Galicië. Het Britse Rijk spreidt zich uit over Ierland, Canada, Australië, Egypte en India. De Russische regering placht de heersen over Polen en Juria. Morgen kan deze macht ophouden te bestaan. De enige kracht die al deze Ruslanden, Oostenrijken, Britanniërs en Frankrijken verenigt. Is de dringende macht. En dat is de schepping van mensen die diegene gehoorzamen die van een kwaadaardige werken van geweld eisen. Dit doen ze in strijd met hun redelijke natuur en de wet van de vrijheid zoals die door Jezus is geopenbaard. Mensen hoeven slechts bewust te worden van hun vrijheid, die natuurlijk is voor rationele wezens, en ophouden met daden te plegen die ingaan tegen hun geweten en de wet. Dan zullen deze kunstmatige combinaties van Rusland, Brittannië, Duitsland, Frankrijk. Die nu zo voortreffelijk lijken, niet langer bestaan. Die zaak in wiens naam mensen niet alleen hun leven opofferen, maar ook de vrijheid die past bij redelijke wezens, zal verdwijnen. Het is gebruikelijk om te zeggen dat de vorming van grote staten uit kleine die voortdurend strijd met elkaar voeren, door een grote grens in plaats te stellen van kleine grenzen, strijd en bloedvergieten en de daarbij behorende kwaden vermindert. Maar ook deze beweging is tabelijk arbitrair want niemand heeft de hoeveelheden kwaad in de ene en in de andere situatie gewogen. Het is moeilijk te geloven dat alle oorlogen van het tijdvak van de Confederatie in Rusland of van Burgondië, Vlaanderen en Normandië in Frankrijk net zoveel slachtoffers kosten als de oorlogen van Alexander of van Napoleon of van de Japanse oorlog die zojuist is geëindigd. De enige rechtvaardigheid voor de uitbreiding van de staat is de vorming van een universele monarchie, het bestaan waarvan elke mogelijkheid tot oorlog zou verwijderen. Notitie van de podcaster, ook een universele monarchie zou overigens geen einde betekenen aan oorlogen, aangezien de klasseoorlog tussen een arrogante aristocratie en hun onderdanen zou blijven bestaan tot het eind van die monarchie en elke vorm van klassemaatschappij. Maar alle pogingen om zo'n monarchie te vormen, door Alexander van Macedonië, door het Romeinse Rijk of door Napoleon, hebben dit doel van universele vrede nooit bereikt. Integendeel, ze waren de oorzaken van de grootste rampen voor de naties. Dus de algemene vrede van de mensheid kan onmogelijk worden bereikt, behalve door het tegenovergestelde middel: de afschaffing van staten met hun dwingende macht. Er hebben vele vrede en schadelijke vormen van bijgeloof bestaan: mensenoffers, verbranding wegens hekserij, religieuze oorlogen, folteringen. Maar mensen hebben zich daarvan bevrijd. Het bijgeloof van de staat heeft echter als iets heiligs haar greep op mensen kunnen houden. En aan dit bijgeloof worden wellicht grotere en rabzalige offers gebracht dan aan alle andere. De essentie van dit bijgeloof is dit: dat mensen uit verschillende plekken, gewoonten en belangen ervan overtuigd worden dat zij allemaal één geheel vormen, omdat één en hetzelfde geweld wordt toegepast op hen allemaal. En dat deze mensen dit geloven en trots zijn om tot dit geheel te behoren. Dit bijgeloof heeft zo lang bestaan en is zo energiek in stand gehouden dat niet alleen zij die ervan profiteren, de koningen, ministers, generaals, militairen en functionarissen er zeker van zijn dat het bestaat en dat de bevestiging en de uitbreiding van deze kunstmatige combinaties goed is, maar dat zelfs de groepen binnen deze combinaties zo gewend raken aan dit bijgeloof dat ze er trots op zijn dat ze deel uitmaken van Rusland, Frankrijk, Britannië of Duitsland. Dit terwijl het voor hen helemaal niet nodig is en hen niets dan kwaad brengt. Vandaar dat als deze kunstmatige combinaties in grote staten afgeschaft zouden worden door mensen die zich mak en vreeszaam onderwerpen aan elke soort van geweld, en ze op zouden houden de regering te gehoorzamen, dan zou zulke afschaffing er alleen maar toe leiden dat er tussen zulke mensen minder dwang, minder leed en minder kwaad zou bestaan. Het zou makkelijker worden voor zulke mensen om te leven naar de hogere wet van wederzijds dienstbetoon, die 2500 jaar geleden geopenbaard werd en die geleidelijk aan meer en meer in het bewustzijn van de mensheid doordringt. Voor het Russische volk, zowel voor de bevolking van de stad als van het platteland, is het in het algemeen belangrijk om in kritieke tijden als deze niet te leven naar de ervaringen van anderen, niet volgens hun gedachten, ideeën en woorden, niet volgens verschillende sociaaldemocratieën, grondwetten, onteigeningen, bureaus, gedelegeerde kandidaturen en mandaten, maar om met hun eigen geest na te denken. Het is belangrijk dat ze hun eigen leven leiden en vanuit hun eigen verleden en uit hun eigen spirituele grondslagen nieuwe vormen van leven bouwen. ...die bij dit verleden en deze grondslagen passen. Dit was De Staat door Leo Tolstoy, vertaald door Peter Storm. Everyone is talking about it. Why? Well, your breasts. Wat, wat, wat doet u uh, geïrriteerd, mevrouw uh, Sorry, u denk wat dat doet? ik geïrriteerd ben? Ja, u, moet geïrriteerd. Mis, u moet me eens meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. Welke drie partijen meneer bakken? U kijkt zo lief. Oké. Okay. Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen ook dingen kunnen? Nee. Erger je aan vrouwen stemmen met hun schrille geluid... en onnodige zijpaden die ze bewandelen? Van die zaken die afleiden van de cause, zoals de MeToo-beweging. Grensoverschrijdend gedrag. Romantische comedies. Body positivity. Disney-prinsessen. Verkrachtingscultuur. Klimaatactivisme. Burnout. Britney Spears. En nog veel meer. Check ons op bloedandemuur.net. de podcast vanuit anarcha Feministisch Perspectief.